Ik weet niet waarom. Maar deze plek stinkt. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte zeep. Sorry dat het zo lang duurde. In de vorige aflevering zijn wij door Kuja in de val gelopen. En zijn wij dus zeg maar op het Forgotten Continent terechtgekomen. Waar dat wij dus nu zeg maar iets moeten gaan halen voor Kuja. Wat het is weten we niet precies. Een Golokstone of zoiets. Iets in die trend weet ik veel. Lekker belangrijk. Maar goed, het eerste wat we hier willen doen is een eerste random encounter tegenkomen. Heel veel mensen hadden het in de comments gezegd. Wij willen hier zien vechten. Dus dan gaan wij hier maar gewoon vechten, denk ik zo. Goed, wat weer tegengekomen is, dat beest wat we al 1-op-1 hebben kunnen verslaan. Maar die komen we nou dus weer tegen. Vergeet niet, we hebben alleen maar melee'ers bij ons, oftewel aanvallers. De reden waarom is, we gaan naar een plek toe waar magie niet gebruikt kan worden. Dus daarom hebben we hier dus zeg maar al onze beste vechters uit gaan roepen. Om hier dus zeg maar even flink te gaan lopen hakken. En hij gromt een keertje, dat is niet echt een aanval, dus daar ben ik niet echt bang voor. En we hebben nog best wel veel abilities te leren met deze gastjes. Dus zullen we deze gastjes nog al een tijdje zien? Goed, dus. Maar ja, sowieso zijn er nog een paar die moeten levelen. Zoals Wilma B, die moet echt een paar levels hebben. Oké, ik zie de Bugkiller. Heb jij al ability up? Ik denk zeker dat iedereen wel op dit moment ability up moet kijken. Ik ga het heel eventjes nachecken. Oké, de enige die geen ability up heeft, dat is onze Leroy. En Leroy die kan hier in Summoniac leren, dus die gaan we dan maar gelijk eventjes geven. En ability up met de Diamond Gloves. Nou, dus ook gelijk is nog een keertje een upgrade ook nog een keer voor hem, dus dat is alleen maar gunstig. En ik zie dat hij de plate mail aan kan, dus die geven hem ook gelijk een counter als hij nog steeds aan het leren. Oké, spare changes ben je aan het leren. Je hebt ook ability up al gelukkig, dus dat is wel een voordeel. Oké, hier iets nieuws. Level up, oké. Die hebben we zeker nodig. Ability up ben je daarmee aan het leren en add status met hem. Allemaal heel erg handig. Oké, waar ben ik aan? Eens even kijken. Die heeft alles geleerd. Tot nu toe daar. Devil Killer heb jij nog niet geleerd. Oh. Is dit beter? Of ben je die daar al aan het leren? Die ben je al aan het leren. Ik ben een dummy. Sorry. Moest gewoon gezegd worden. Goed. Dus ja, iedereen die heeft iets wat hij aan het leren is. Ja, het enige nadeel is. Aangezien dat Zepi de main character is. Die heeft dus zeg maar alles al op dit moment geleerd. Dus ja. Wat een keer tijd voor hem voor een nieuw wapen of zo. Weet ik veel. Maar goed. We hebben dus zeg maar alles geleerd. En dan gaan we dus eventjes langs de abilities. Langs Leroy. Want die heeft dus nu ability up en ik weet niet, heeft de Coral Sword een add status? Nee. Dus waarom hebben wij add status aan? Add status uit, ability up aan. Dan gaat het een stuk sneller. Oké, nou en dan willen we dus jou willen we eigenlijk level up geven. Add status, ability up, return magic heb je aanstaan. Weet je waar? Level up, ja. Dan hebben we eventjes wat minder HP. Maar door de vele levels die je gaat krijgen, krijgen we weer van mijn eigen ability points. En ik zie dat ik zelf nog 4 heb, dus dan kan ik wel iets geven. Even kijken, ik heb auto haste aanstaan. En volgens mij wil je hier jelly aanstaan, zodat je niet meer versteend kan worden. Dat is heel erg handig. Omdat we komen best wel veel vijanden tegen die dus zeg maar ons kunnen gaan verstenen. Nou, nou dat we hier zijn. Ja, ik praat gewoon door, want volgens mij zit ook weer een nieuwe vijand. Maar nou dat we dus zeg maar hier zijn. Is het heel belangrijk voordat we naar onze plek toe gaan waar dat we moeten zijn. Eerst heel eventjes. Oh boy, we hebben er 4. Oh boy, dit is niet goed. Dit is niet goed. Ik moet clear het eigenlijk aan hebben. Oh boy. Dit gaat pijn doen. Nou ja, dat is een goede aanval. Val hem nog een keer aan. Oh, hij verdwijnt alweer. Oh, dan krijgen we een counter van 1000 schade. Daar ben ik niet echt blij mee. Dit zijn die gasten die 10.000 needles kunnen doen. En iedereen gaat proberen iedereen te confusen. Dus ik moet echt clear headed hebben. Want anders wordt iedereen geconfused en het is niet gunstig. Ja, dat was niet echt de bedoeling. Want dan krijgen we de 1000 naalden over ons heen. Hè? Ouchie. Is hij wel dood? Nee. Oh, we hebben een appearance. Aanvallen! Ja, ik had hem ook al aangezet en dan krijgt hij ook 1000 needles. Oh, oh, oh. Dit gaat niet heel erg gunstig. Maar goed, op het moment dat we dus zeg maar in dit gebied zijn. Wat we willen doen is we willen zo snel mogelijk... Wilma B gaat dat niet overleven. Maar we willen zo snel mogelijk Chocobo Prins vinden om hier dus zeg maar nog eventjes de laatste... Ja. Om eventjes de laatste... De Chocograph die we nog hebben om die dus zeg maar nou ook aan te kunnen. Want dat is op dit eiland.
Oké, ze zijn alle drie nou lekker aan het stuiteren. Mogen wij dan nu aanvallen? Dat zal heel erg fijn zijn. One hit KO? Nee, jammer. Ik heb weer een hiding. Ja, dammit. Dan val jij even hem aan. En dan krijg jij een counter, jongen. Dat is niet slecht. Oh, hij heeft niet gecounterd. Hij heeft niet gecounterd. Oeh, dit is een geluk. Oh, Destiny. We kunnen Chakra gebruiken. Doe jij maar eventjes Rise Wind. Heb je iedereen regen geven. Er is er nog maar eentje staande. Ik denk dat we dit zelfs nog aan kunnen. En ik denk dat we heel veel potions gaan gebruiken. Oeh. Nou, iedereen die krijgt in ieder geval een beetje HP erbij. Oh, nou hoop ik dat ik aan ga vallen. Want ik kan nog wel 1000 schade aan. Doet hij een counter? Nee, oké, gelukkig. Goed. We hebben 4 van die beesten overleefd. Ongelooflijk. Veel experience krijg je ervan. En veel ability points. Wilma Biddy kreeg ontiegelijk veel levels op bij. Dat is alleen maar gunstig. Maar goed. Komen we dus zeg maar weer dezelfde vijand tegen. Dan ja, gaan we die niet zeg maar op camera laten zien. Want anders gaat dit echt lang door. Want het is namelijk een geweldige plek om te farmen. Er is een betere plek, iets verderop. Zal ik jullie zeker laten zien. Weet je, maar we gaan gewoon even wat potions gebruiken, want die hebben we gewoon veel te veel. Echt een full heal met potions. Serieus, potions die zijn het niet meer waard op dit moment. Maar goed, we gaan dus op zoek naar die Chocobo Footprints. En dan hoop ik niet dat we te veel random encounters krijgen. Dat is een locatie waar we later nog naartoe moeten. Dat is niet de locatie waar we nou naartoe moeten, dus... maar ja, dat is later. En random encounter. Oh, hier hebben we trouwens een Return Magic die we dus zeg maar eindelijk voor het eerst zien. Return Magic op het moment dat je aangevallen wordt, of het karakter die het heeft geselecteerd aangevallen wordt, door een magische aanval wordt automatisch Return Magic gedaan, waardoor dat je dus zeg maar de aanval terug doet. Dus... ja, wat voor spreuk dat er ook gedaan wordt, ondanks dat we op een non-magische plek heen gaan. Mocht er een magische spreuk op ons gedaan worden, zullen we hem automatisch terugkeren. Wat natuurlijk heel erg handig is. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar dit is niet de locatie waar ik wil zijn. Ik moet het Chocobo plekje vinden. En dat is hier altijd zoeken. Maar goed, dat is de enige plek zeg maar, waar je alleen kan komen met behulp van de Chocobo. Wat we eigenlijk dus kunnen, dus we kunnen het spel een beetje breken. Maar dat is eigenlijk via luchtschip eigenlijk. Want als we hier de Chocobo vinden, dan zouden we daar terecht kunnen komen. Maar daar willen we nog niet naartoe. Goed. Ah, weer een beest. Nou ben ik heel eventjes bezig rotzooi een beetje via de abilities. Het is namelijk heel erg handig om hier zeg maar iedereen jelly of zoveel mogelijk jelly te geven. En clear-headed. Dit zorgt ervoor dat jouw karakter namelijk geen confusion staat. Dus... nee, nieuwe vijanden. Oké. Okay. Maar goed, dat je dus zeg maar geen confusion status kan krijgen en ook geen verstening kan krijgen waar Wilma B net last van had. Deze beesten die vinden het nogal leuk om met zwaartekracht te experimenteren. Deze geven je bijna geen schade en nou doen ze hier autofloat. Dat zorgt ervoor dat windaanvallen extra schade zullen doen, maar dat we immuun zijn voor grondaanvallen. Dus... ja, en daar gaan ze constant mee lopen te spelen. Door heavy neer te doen en light neer te doen. Waardoor dat je dus float status krijgt of gewoon weer op de grond komt te staan. Dus het enige wat je hier hoeft te doen is eigenlijk gewoon de kruisknop in te druk te houden. En de rest gebeurt van eigens. Want ik weet niet waarom, maar ze vinden het leuk om te experimenteren met zwaartekracht. Ik weet ook niet waarom. Heavy doet bij eigenlijk als je op de grond staat helemaal niks. Dus ze laten eerst iedereen vliegen en nu doet hij een earthquake aanval. En iedereen zal hierdoor geraakt worden, behalve Leroy, omdat hij vliegt in de lucht. En ik zelf heb equipment die tegen dat zeg maar geprotect is en waardoor dat ik geheeld door word. Dus, don't mind if you do earthquake, mij maakt het niet uit. En ik snap niet waarom, oh nee, wacht eventjes, dat is weer een andere aanval die ik kan niet return magic doen. Zo, so, critical. Wilma B begint terug te komen. Daar hebben we de add status. Die doet nog eens een keer poison schade tegen de vijand. Dat is alleen maar gunstig. Nou, jij doet weer light. Vind ik wel leuk dat hij dan ook echt zo omhoog wijst. En als hij heavy doet, dat hij dan weer naar de grond wijst. Ik bedoel, het is PlayStation 1. En er waren wat, zeg maar, over de graphics en alles. Vergeet niet, het is, ja, PlayStation 1 kwaliteit. Maar,
De animatie die er toch in zit, er is echt heel veel regen. Vergeet niet, het is een spel van 4 discs. Dus ze hebben er echt heel veel werk in gestoken. Dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Maar goed, we hebben ze verslagen. Laten we de ability points maar eventjes pakken. En experience. En distract. Dat is wel echt fijn voor je. Wij willen even weten wat die treasures zijn. Dus op richting de Chocobo's. Via Chocobo Footprints. Nadeel is, ik kan me eigenlijk nooit herinneren waar dat die precies hier zitten. Dus normaal gesproken loop ik hier altijd echt doelloos. Ik weet niet hoe lang rond. Mocht je nou zeg maar gekozen hebben om Erwin mee te nemen. Of hoe dat je hem ook genoemd hebt. Dan heb je daar een march en dan kun je dan weer kikken vangen. En ik heb de Chocobo Footprints gevonden! Ze zitten dus bij de march. Nou, dat is alleen maar fijn dat we die even snel gevonden hebben. Er werden weer wat abilities geleerd. Dus ik wil heel eventjes kijken wat er nou precies allemaal weer geleerd is. Plate mail, ja, dat was jouw sterke. Jij bent nog steeds bezig met counter. Ja, kijk, hier. Jij kan leren. Body temp, en die hebben we nou niet nodig. Hightide hebben we nou niet nodig. Aquaracy plus. Sorry, voice crack. Temperatuur is in één keer een stuk kouder geworden, waardoor dat ik echt merk aan mezelf dat ik ook echt een beetje verkouder aan het worden ben. Ik denk dat ik jou eventjes de auto heest alvast ga leren. Dat is net zo makkelijk. Dus, en voor de rest ben jij alles nog... Ja, oké. Okay. Jij moet echt een nieuw wapen hebben, dat heb ik al eerder gezegd, dat zeg ik nog een keer. Daar ben je nog iets aan het leren. Daar ben je niks, daar ben ik kantig. Oké, we zijn even klaar, oké. Okay. Ja, ik weet, moet heel eventjes snel even gedaan worden. Nou, nogmaals, op de Chocobo komen we geen... Op de Chocobo komen we geen random encounters tegen, maar maak je geen zorgen, want de plek waar we naartoe gaan zitten genoeg vijanden die we nog moeten gaan vechten. En ik had toch al gezegd dat er ook nog een farmplekje zit. Goed, nou, we kunnen dus nu eindelijk, zeg maar, met onze Chocobo, kunnen we dus nou eindelijk gaan zoeken naar de, naar deze locatie hier. En naar deze locatie hier. Dus, laten we gewoon op volgorde doen, want even kijken, volgens mij hebben we nou alles open, ja. Voor de mensen die willen weten hoeveel dat er nog zijn, dit is de laatste pagina, dus er zijn er nog 4 te vinden. Meer niet. Er zijn er eigenlijk maar 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Oké. Nou, laten we deze maar eens heel eventjes gaan pakken. Nou, het is hier heel makkelijk om deze te vinden, aangezien dat als je gaat kijken, zie je dus zeg maar dat dit op zo'n zonsondergang plekje is. Dus waar we nou naartoe moeten lopen, dat is op zo'n plekje waar je dus zeg maar die verkleuring weer hebt van de zonsondergang. Het enige nadeel is dat je niet goed kan zien of het nou bossen zijn die je daar aan het water ziet of een berg. Maar volgens mij is het een bosje die aan het, aan het water staat en daarnaast een berg. Nou, deze die staat hier en we hebben hier een sunset. Het bosje raakt... Nee, dit is hem niet. Want het bosje dat raakt zeg maar het... kijk hier eens. Het bosje raakt het niet en hier... Ja! Oh, ik hou ervan als we iets vinden. Oké. Kistjes zijn altijd handig. Oh, we hebben hem al gevonden. Wat zit hierin? Wij hebben 12 Phoenix Downs. Leuk, 14 oors, yay. Kaiser Knuckles, dat is voor Destiny's NL. Iron Man kaarten. Ja, we geven niks om kaarten, jongens. Dat is eigenlijk best wel zonde. Maar goed. De Kaiser Knuckles, die zijn dus heel erg handig voor onze Destiny's NL. Die willen we zeker hier vinden. En dan hebben we er dus nog eentje. Dat is een lange ridge met groenigheid en bergen. Ik denk dat dat ergens, zeg maar, op een plek is waar dus geen sunset zit. En waar we dus, zeg maar, twee gras... Ik denk dat die grasvlekken onze guide gaan worden voor deze. Dus laten we maar kijken of we hem kunnen vinden. Dat zou wel heel erg fijn zijn. We zien hier wel grasvlekken, maar er zijn hier geen bergen. Op het moment dat ik zo'n kaart of zo'n locatie vind, zorg ervoor dat je even goed kijkt op de kaart, zeg maar, waar dat ik op dat moment sta. Is het ook namelijk een stuk makkelijker om voor jezelf te kijken van, waar staat hij nou? Als je natuurlijk meespeelt. Want ik weet, heel veel mensen die spelen graag de Let's Play series mee. Dus ja... Hou er wel rekening mee dat als je dus zeg maar inderdaad meespeelt, het ja, valt in herhaling. Lekker belangrijk. Dus. Oké, nou, nee, dat is ook niet de goede. We hebben hier wel wat grasvlekjes. Misschien hier? Die grasvlek lijkt er totaal niet op. Daar hebben we het schip. Nee, wat eventjes zoeken ben ik bang. Hier hebben we ook een gat. Ja, nee, dat is de Mars. Dat kan niet. Dat kan niet. Toch? Nee, dat is... Nee. Dat is gewoon nee. Nou, ik denk dat we misschien als wij hier... Oh, kijk hier eens. Kijk eens. Ja. Het is hier.
Maar waar? Waar hier? Oh, kijk. We hebben al een vraagteken, dus we zitten al goed. Ik bedoel, serieus, dat gras, dat was gewoon echt ons mikpunt om het te vinden. Goed, we hebben gewonnen. Sterke items, alsjeblieft. Weer 17 oors. Lekker belangrijk. 5 ether. Handig. 14 opal. Meh. 1 demon's mail. Die hadden we al 1. Hadden we die al 1? Weet ik niet. Maar goed, om de spanning er een beetje in te gaan houden, loop ik dus netjes terug naar het schip, want stel je voor je hebt geen chocobo, hoe kom je dan in godsnaam bij de plaats waar je naartoe moet gaan? Nou, dat ga ik jullie nou vertellen. Ik laat de chocobo netjes hier achter tot we gewoon random encounters gaan krijgen en hier wordt al gezegd waar Ulivort zit. Die zit dus richting het zuiden, dus we moeten dus richting het zuiden lopen. Nou, eerst even kijken wat die demon's mail is, want volgens mij is dat een equipment voor hun. Nou, die hadden we dus nog niet. High Tide. Ja, die moet jij toch sowieso nog leren. Even kijken. Je defense gaat omhoog. Spirit gaat omlaag. Magic Invention. Maar jij krijgt er 10 defense van. En het absorbeert shadow element aanval. Interessant. Nou ja, ik weet niet of we door shadow geraakt zouden worden. Maar het is zeker handig om dat natuurlijk te vinden. Ik weet het onhandig. Dus random encounter. Nieuwe vijand. Het wandelende huisje. Deze die kan vervelend zijn. Hoeft het niet per se te zijn. Hij houdt namelijk van een aanval te gebruiken genaamd kanon. Wat kanon eigenlijk precies doet is... het geeft altijd 50% schade van jouw HP op dat moment. Dus stel je voor hij raakt nu Destiny. Dan zou hij iets meer dan 500 schade doen. Zoals ik hier nou net laat zien. 521 om precies te zijn omdat dat de helft is. Maar dat vindt hij nogal leuk om die te gebruiken. Nou, we hebben hem kunnen poisonen dankzij Destiny... En nou hoop ik dat ik hem flink schade kan doen voordat hij ons heel veel schade gaat doen. Dus kanon zal jou nooit knock-out kunnen gooien. Maar hij vindt het dan nogal leuk als dat iedereen op laag HP is. Om dan een multimagische aanval te doen en dan iedereen in één keer te killen. Dus kijk er wel vooruit. En daar ben ik niet blij mee, want dat doet eigenlijk best wel veel schade. Het enige nadeel is dat we dus zeg maar hier geen healers hebben. Dus we zijn afhankelijk van potions. Nou, is het in battle heel erg makkelijk om... Oh, dat drukte ik heel erg snel weg. Ik weet niet wat hij geleerd had. Dat was Leroy. Ik weet niet wat hij geleerd heeft. Damn. Maar ja, het nadeel is zeg maar healen. Dat wordt dus hier nogal een issue. Even kijken. Wat heb jij? Charge? Nee. Nieuw helmpje misschien? Nou, de gold helm. Spirit gaat er 1 omlaag. Maar die andere twee gaan er 2 omhoog. Dus ability ben je nog aan het leren... Ik heb niks nieuws voor jou. Stoor mij niet. Maar goed. Wat ik dus al probeerde uit te... Ik weet al niet meer waar... Ja, healen wordt een issue hier. Ik bedoel, je kunt niet makkelijk healen. Of je moet in battle een toppers gebruiken of zo. Maar goed, ik maak heel eventjes... deze 4 gasten af en ik zie jullie in de seconde. Dat was een behoorlijk pittig gevecht, dat kan ik jullie wel vertellen. Zoals jullie ziet, iedereen die heeft nogal veel schade opgelopen. En ik hou gewoon iedereen even op 1000. Ik zeg serieus, ik ga zo snel door mijn potions heen als ooit tevoren. Maar goed, we moeten dus zuidwaarts. En dan moeten we dus zeg maar hier door het doolhofje heen gaan lopen. Om dus zeg maar bij onze locatie te komen. Nou, als je dus zeg maar gewoon een beetje zeg maar zigzagend hier doorheen gaat komen... Oh, Zeep die heeft er genoeg van en die komt gewoon in trance. Nou ja, dat vind ik altijd wel even spectaculair om gewoon te laten zien. Als we hem niet per ongeluk nou vernietigen hiermee. Ik bedoel, Oké, nee, we kunnen een trance aanval doen, gelukkig maar. Het gebeurt zo onverwachts. Oké, laten we eens kijken. We hebben ze allemaal. Sitfreak hebben we ook gehad. Weet je wat, we gaan gewoon voor Grand Lethal. We kunnen het, doen het. Ik ben benieuwd wat het gaat doen. Grand Lethal. Gaan wij naar de maximale damage voor de eerste keer? ...8745 is niet het maximale, maar is toch al tot nu toe het hoogste. Ik bedoel, het was hoger dan Holy. Vergeet niet, Holy die had... 6000 zoveel en deze die had 8000 zoveel. Dus, het zou wel handig zijn als we die tegen een baas konden gebruiken, maar geen land kunnen we hier niet sparen. Goed, ik moet weer healen. Gewoon op de 1000 houden, niks aan te doen. En als ik me niet vergis, wil ik deze kant op. We moeten daar, zeg maar, in die cirkel daar. Ja, recht voor ons.
Ja, we lopen goed. Oké, okay, gelukkig maar. Ik wil je niet te lang blijven vastzitten. En... Redden mijn kouders. Hier heb ik eigenlijk nog niet de tijd over gehad om het eigenlijk uit te leggen. Maar even over potions. Je hebt alleen maar potions en high potions. En screw deze random encounter. Ik ga gewoon door mee uitleggen. Potions, als je die in een battle gebruikt, zijn ze effectiever als dat je ze zeg maar gewoon standaard gebruikt. Om even een voorbeeld te geven. Op het moment dat je in een battle een potion gebruikt, herstelt hij bijvoorbeeld 150 HP. Gebruik je hem terwijl dat je gewoon aan het rondlopen bent, herstelt hij maar 100 HP. Het is hetzelfde met een high potion. High potion doet 450 in battle. En maar, ik geloof 300 als je hem in de field gebruikt. Nou, die stenen die ik eerder heb gebruikt in de let's play. Zoals een lapis dinges of zo. Ik weet niet of ik het heb gebruikt in die tijd. Maar, daar ben ik niet mee eens. Daar heb ik problemen mee. Dan krijg ik Destiny daar ook geen experience. Shame on you. Maar goed, die kun je dus alleen maar, zeg maar in field gebruiken en niet zeg maar terwijl dat je aan het rondlopen bent. Oké, Phoenix verder daar. Oh, nee, helaas. Destiny krijgt hier helaas niet experience en ability points van en hij heeft de nieuwste wapens. Dus ik wil me eigenlijk zoveel mogelijk leren. Hier baal ik van. We geven hem eventjes een Phoenix Downtje. Hopelijk dat we gewoon Unlifert kunnen bereiken zonder een random encounter. Want hebben we een random encounter, ja, dan hebben we wel eventjes een probleem. Maar we gaan hem gewoon healen. Gewoon met de Phoenix Down. Voor de rest niks. Want er is namelijk één ding wat je wilt doen, namelijk... Voordat je bij... Ik noem hem gewoon Unlifert. Random encounter recht voor de... 2 pixels game! 2 pixels! Daar word je toch zo moe van. Goed. Voordat je hier naartoe gaat... Maar trouwens, nee, dat hoeft niet. Ik zat even te denken, van, moet ik nou niet 7 of zo? Maar nee, je kunt gewoon hier gewoon binnenlopen. En hier moeten we zijn. Dus vanaf dit punt, mocht je een magie hier bij je hebben... Op dit punt kun je geen... Ja. Maar op dit punt kun je dus geen magie meer gebruiken. Vanaf dit punt hier is magie een no-no. Nou, je kunt hier zeg maar weer... Het is zo raar, ik wil een briefje. Ja, dat is goed. Oké, graag gedaan. Je hebt hier een winkeltje. Dit winkeltje is zeker een welkom. Namelijk nieuwe wapens. Diamond Sword voor Leroy G. Die wil je zeker eentje kopen. Ik bedoel serieus, waarom ook niet? Nieuw wapen voor Wilma B. Meatful Claws hebben we al. Wapens die je al hebt, die hoef je niet nog een keer, zeg maar. Of die hoef je nou niet te kopen. Sommige hebben we al gevonden, zeg maar, via de Chocobo Game. Silver Fork, daar hebben we al 2 van kunnen nagaan. Pinwheels, ja, daar hebben ze zat van... equipment. Even kijken. Ik vind het wel fijn om hier 2 van te hebben. Aangezien dat we 2 mensen bij ons hebben. Kareem Barrett. Ja, daar wil ik wel 3 van hebben. Ja, we hebben geld genoeg daar niet van hoor. Dus crosshelm. Ja, daar wil ik er ook 2 van hebben. Daar hebben we er al 2 van. Judo uniform. Dat is iets nieuws. Die grapje. Toch doen. Plate mail hebben we al. Gold armor. Daar kan ik er maar eentje van kopen. Nou, ik heb wel weer wat Phoenix Pinions en alles wat ik kan verkopen. Maar goed, wat je zeker wil doen voordat je naar binnen gaat. Healen. En dat doe je door tents te gebruiken. Als je een tent gebruikt, dan heal je, ik geloof, 50 à 60% van al je HP en MP. Zoals je kan zien, niet iedereen is volledig geheeld. Maar het werkt heel erg goed. En zoals we zien, heeft Wilma B weer 5 nieuwe ability points. Dus als ik me niet vergis, Clearheaded heb je aanstaan en Jelly heb je aanstaan. Die moet je nog steeds aan hebben. Wil jou... Doe maar antibody voor nou. Gewoon just in case. Gewoon voor de zekerheid. Wat heb jij eigenlijk allemaal? Je hebt 31 stuff. Add status, level up. Oh, je hebt je return magic aanstaan, hè. En jelly. Dat is belangrijk. Maar goed. Je wil dus een tent gebruiken. Maar nu hebben we genoeg gevochten in de overwereld. En gaan we naar... Oei! Levert. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje of vragen? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Tot dan jongens. Doei!